kleurverschil? Laat even zien. Kom. Kleurverschil. Ja. Ja. Puntje voor jou. Ja. Het is met het zeilen en dus ook het windsurfen. Heb je met het water te maken, heel logisch, want je vaart erop. En wat is onze grootste drijfveer? Ja. De wind. De wind. Ja. Oh, daar ben ik. Oh, sorry. Ja. Ja, ik zit in beeld anders. Ja. Nou ja, als je hier kijkt, dan denk ik van het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal water en het is allemaal wind. Maar schijn bedriegt. Want hier is, als je het goed ziet, dan moet je goed kijken hoor. Dit soort vlekken. Dit, een donkerdere vlek. Dus dit is lichter? Dan hier. En zeker weten dan hier. En ook ietsjes meer dan hier. En wat zegt het dat dit lichter is en dit donkerder? En dit, die vlekken, deze donkerdere vlekken. De donkerdere vlek komt doordat de wind op het water terechtkomt. En die maakt daardoor, die pakt het water vast en die beweegt dat. Dus komt meer kabbel, zoals we dat noemen, op de golf of op het water zelf. En daardoor krijgt hij een donkerdere textuur. Dus jij zoekt tijdens het zeilen, zoek je eigenlijk meer naar de donkere vlekken dan naar de lichtere vlekken, omdat dan ga je sneller. Inderdaad. Maar hoe kijk je tijdens het zwemmen? Ik bedoel, je moet op je zeil letten, je moet werken hoe je voeten staan. Ja. Kijk hoe klein dit is. Dat kan je toch niet. Nou, je probeert dus alles automatisch te maken, zodat je nergens meer druk over hoeft te maken, behalve naar die vlagen te kijken. Dus ja, dan komt hier zo'n vlaag binnen en dan moet je zorgen dat je precies op het randje van die vlagen te pakken krijgt. Maar ik zie gewoon water, hè? Ik zie gewoon één. Nou, als je hier stopt. Stop. Dan zie je dat hier een donkere vlek zit. Ja. En daar komt de volgende windvlaag. Hier komt de wind van links. Zie je? Hier zo zit de grote sugarloaf. En de wind die komt zo daar tussendoor blazen. En dan moet je dus... Hier zo begin ik wat lichter te worden met de wind. En dan komt hij straks binnenzetten. En dan word je weer wat omhoog gelift. Dus kan dat zo zijn dat stel dat hij voorop ligt, maar jij ziet dan van, oh, hier is een donkere vlek. Ik ga je nog krijgen. Kijk maar, dan komt hier. Ja, inderdaad. En je ziet ook, omdat deze dichter bij de wind zit, zal deze hem eerder krijgen. Dus Kieran, by the way, dit ben ik. Oh. zal Kieran weer eerder krijgen dan ik. Maar laat hem nog even zien, want je hebt een aquarium daar staan. Ja. Kan je nog even laten zien hoe die wind dan op het water eruit ziet? Ja, we hebben hier een prachtige föhn. En die gaat het. Dit is de wind van ons. Ja. De wind die hebben we vandaag van voren. Ik zal hem eerst op de eerste stand zetten. En dan zie je een beetje. En dan zie je de volgende stap. Zie je wat daar gaat gebeuren. Nou, je ziet. Nu blaast hij niet zo hard. Maar er komen al hier zo. De wind komt natuurlijk hier op het water. En achter waar de wind op het water komt. Daar komen de kabbeltjes te staan. En als ik hem dan nog harder zet. Dan komen er nog meer kabbeltjes. Nog meer kleine golfjes. En doordat hij meer golfjes heeft daar, wordt hij donkerder. Dus dat zijn die zwarte vlekken op het water die je probeert op te sporen en van ver af al probeert aan te zien te komen. En omdat je al zoveel gevaar hebt, hè, daar in Brazilië, herken je dan de zwarte vlekken beter, sneller dan wanneer je daar niet had gezeten? Ja, omdat je het wind met bepaalde geografische beïnvloedingen heeft het een patroon. En zal het... Nou ja, de grootste invloed daar is de sugarloaf. Ja, dat is een soort bergpunt. Ja, en daar moet hij dus omheen draaien. En daar zijn twee plekken waar hij naar binnen kan komen. En je weet eigenlijk van... Nou, als de wind op 180 graden zit... dan komt hij daar binnen zetten op 175. En het gaat... Ja, op een gegeven moment begint het wiskunde te worden. Ja, ik volg die ook niet. Nee, dat geeft niks. Dat geeft niks. Maar hij draait. Dus als de wind... Kijk... De wind komt hier recht van voren op de sugarloaf. Ja. Ja, pas op. Hij moet er omheen draaien. Ja. Als ik hier vaar, dan komt de wind zo het hoekje om. Oh, de kaasstengels zitten ervoor. Wacht even. Ja, doe nog een keer. Ja. Dan zal de wind zo eromheen buigen. Okay. Dus dan heeft hij hier een andere hoek dan dat hij hier alweer verder naar binnen. Want dan is hij alweer recht.